Breda nu. Je weet het meteen. Bij Chassé Cinema was de uitreiking van de Kristallenfilm voor de film Klanken van Oorsprong. Tevens werd de 10.000ste bezoeker verwelkomd in de zaal. Wij vroegen de regisseur hoe deze film tot stand is gekomen. Welk doel had jij voor ogen toen je die film ging maken? Nou, eigenlijk is het een verlengde van mijn film Contractpensions Jangaluppa. Dat was mijn eerste film. Dat ging over de contractpensions. De mensen uit Nederlands-Indië, die 350.000 die hier naar Nederland kwamen, repatrieerden en in contractpensions kwamen. De tweede was Buitenkampers, Bukan Mayen. En dat ging dan over de mensen die buiten de Japanse interneringskampen moesten zien te overleven. En dat bleek ook een verhaal te zijn wat niemand kende. En toen had ik zoiets van, ja, dit verhaal moet ik breder vertellen. En kijken hoe ik het kan vertellen middels muziek. Want naast de rijsttafel hebben de Indische Nederlanders natuurlijk ook de muziek hier naartoe gebracht. Weten mensen helemaal niet. Dus ik kon op die manier de Indische geschiedenis vertellen. En geladeerd met die muziek. Waardoor het een complete synthese is geworden. Hier naast mij Eddie Chatelain en Hans Baks. Alle twee spelen ze in de documentaire van vanavond. Hoe hebt u dat ervaren, meneer Chatelain? Dat zeg maar Eddie hoor. Maar het was mijn eer om in deze film te mogen spelen van Hattie Nijkens. Ten eerste ben ik een hele grote bewonderaar van Hattie Nijkens door haar vorige films van contractpensions en Buitenkampers en zo. Dus ik vond het echt een eer om te spelen en ook leuk om voor de verdere generatie dat door te geven. Ik vind het fantastisch dat Hattie Nijkens de moeite heeft genomen zo'n film te maken. Dit is niet zo een gewone in de rock film. Nee, het is een geschiedenis. Het is voor mij een documentair monument wat zij gemaakt heeft. Want dat weerspiegelt al ons leven van de Indische mensen. Ook een Wewezen in Indonesië, wat ze hebben meegemaakt. En ook de muziek die ertoe bijgedragen heeft. Dat wij hier dus toch wel een bijdrage hebben geleverd aan de Hollandse popmuziek. En ik ben erg trots op dat ik in deze film heb mogen meespelen. En ik hoop dat de film verder nog veel succes zal krijgen. Een documentaire is geen encyclopedie. Dus ik was ook niet van plan om dit als naslagwerk of zo dan ook. Dit is de persoonlijke ervaring van iedereen. En als dit hun ervaring is, dan is dat ook zo. Want geschiedenis, ja, geschiedenis is gewoon geschiedenis. En iedereen kan geschiedenis maken. Het is altijd mijn bedoeling geweest om de muziek als kapstok te gebruiken. En niet een muziek over in de rock. Dus dat is nooit geweest. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Mijn bedoeling is om de Indische geschiedenis te vertellen middels de muziek. Het is een hele bijzondere avond. Want we hebben vandaag in deze zaal de 10.000ste bezoeker van deze film. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. En het is Eddie Chatelain. Ja, waar is hij? Komen jullie al Hans Baks? Komen jullie allebei? Ik vind eigenlijk dat jullie me uit mogen rijden, want jullie hebben zo mooi mogelijk gemaakt. We gaan eruit halen. En het zou fijn zijn als jullie hem aan Hattie kunnen geven. Ik ben al... Nee, we nemen hem zelf niet. Zo, Hattie. Hattie, wel gefeliciteerd. Nu. Je weet het meteen.